Wat voor eitje is dit? Ik moet je eerlijk zeggen, ik eet zelf biologische eieren, dus al jaren, dus ik proef het verschil niet eens. Maar ik denk wel dat dit een biologisch eitje is. Nou, dit eitje proeft hetzelfde als mijn eitje thuis. Dat is biologisch, dus het is een biologisch eitje. Ik denk dat we Nederland en de wereld duurzamer krijgen als we toch echt van onszelf gaan houden. En als je van jezelf houdt, dan heb je het beste met jezelf voor. En je realiseert je ook dat je één bent met de hele wereld. Wij zijn niet als enig egootje die op de wereld rondstappen. Nee, we zijn een community. En die community begint vanuit het gezin, de familie, de straat, de plaats, het land en de wereld. En zo kunnen we met z'n allen, als we van elkaar houden, weet ik zeker dat we de wereld duurzamer kunnen krijgen. Ik ben zelf niet echt met projecten bezig wat duurzaamheid betreft. Maar als je bij mij komt, dan eet je duurzaam. Dan eet je biologisch althans. En mijn thee is duurzaam. Mijn hond heeft zelfs een duurzame hondenriem om. Dat is ook mogelijk. Dus het zit hem bij mij in de kleine dingetjes. En vele druppeltjes op een gloeiende plaat is ook wel goed.